Vanuit de groep EFAGE zijn we de afgelopen jaren in verschillende projecten met alternatieve financiering, type DBFM, betrokken geweest. Wel moet ik erop wijzen dat we vinden dat de DBFM-formule te pas en te onpas gebruikt wordt voor kleine gemeentelijke projecten, waar de transactiekosten veel te hoog zijn voor deze formule en dus minder geschikt. Andere suggestie die we wel kunnen doen, dat we in Europa zien, is het gebruik van deze DBFM-formule voor energieprestatiecontracten, waar dat gebouwen energetisch gerenoveerd worden. En ook de energiebesparing meehelpt deze investering te financieren. En langs de andere kant, projecten zoals we in Duitsland zien, voor de renovatie van bestaande wegeninfrastructuur, gespreid over een aantal jaren, gecombineerd met het onderhoud door de private partijen. De maatschappelijke noden zijn daar en PPS blijft een succesformule om deze te realiseren op een ezer neutrale manier. Ondanks de rechtsonzekerheid die gepaard gaat met ezer en Eurostat blijft het perfect mogelijk om PPS projecten te realiseren en te structureren op een ezer neutrale manier. Pourquoi? Parce que vous arrivez à une heldère risque-allocation sans les ranches de la ronde. Si vous le faites, ça, vous allez deux flétres en une seule fois. Vous avez N, la neutralité, et vous réalisez une valeur ajoutée. Dès 2005, CFA a été un pionnier dans le développement des PPP en Belgique. Et nous sommes vraiment convaincus que ce produit a un avenir. Cependant, il faudra quand même éviter certains écueils qu'on a connus par le passé j'insiste lourdement sur la notion de partenariat entre le pouvoir public et le partenaire privé c'est très important la vue l'ifk c'était un facteur clé de succès. un deuxième point tout aussi important c'est la préparation des pouvoirs publics avant de lancer le ppp sur le marché. c'est important qu'il définisse bien son cadre urbanistique et qu'il ait une vision claire du planning et de l'objectif qu'il veut réaliser. enfin et ce n'est pas le moins important des paramètres c'est les frais de soumission qui deviennent de plus en plus importants et là il est très important que le pouvoir public limite le nombre de candidats qui puissent remettre une offre bafou. Stans est is een Belgisch aannemersbedrijf die sterk heeft geïnvesteerd in PPP projecten in de laatste jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat het aanpakken van de missing links een noodzaak zijn onder de vorm van PPP projecten. Om verder te zetten voor de goede logistieke doorstroming in ons land. Het verheugt ons dan ook dat de politiek daarop heeft ingezet. Maar uiteraard zijn de budgetten daarvoor nodig. Het aantasten van de beschikbaar, met de beschikbaarheidsvergoedingen van de reguliere budgetten, die reeds op een bodemniveau zitten in vergelijking met de andere Europese landen, is niet houdbaar. Daarom zal er moeten gekeken worden voor bijkomend budget. Om deze projecten verder te realiseren. In dat kader denken wij ten eerste aan een goede infrastructuur die dan gekoppeld wordt bijvoorbeeld aan rekeningrijden.